Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie gekeken naar een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier samen met Bey. We zijn vandaag dag 2 en we gaan nu ontbeten. Dus we nemen jullie mee. Kijk hoe mooi. Die zon, hier is het wel warm. Oké, hoe gaan wij naar beneden? Kies maar. Ik zie helemaal niks. We gaan naar beneden. Met trap en licht. Oké, we gaan met trap naar beneden. Maar het is echt al heel mooi. En nu begint het warmer te worden. Want er staat als het ijs komt. We zijn beneden. We zijn twinnies. Iedereen lijkt dat. Ja, maar we liggen echt niet op elkaar. Zo ziet het er hier in de lobby uit. Het is hier super mooi. En mega groot. En nu gaan we onze ouders zoeken, want we hebben echt geen idee waar die zitten. Koud. Hij is zo met zijn trui en zo. Kijk hoe wij hier aankomen. Yes! Gans zomers. Kijk, er zit hier gewoon nu niemand, hè? Ik weet niet, is het niet, maar... Het lijkt wel zo, ik weet niet. Letterlijk van het strand of zo, wat is dit? Iedereen is zo gans. Zo, ja, weet ik veel. Gans vest aan, trui aan. En wij zo. Oké, dat maakt echt helemaal niks uit. Waar zit het niet? We lopen hier ook al zo. We zijn mensen aan het zoeken. Nee, dat is niet open. Oké, we gaan zoeken. We hebben net lekker ontbeten. Nee. We moesten eerst het restaurant zoeken. We zijn naar het restaurant binnengelopen en toen weer terug uit. We hebben het gevonden en we zitten nu bij het zwembad. Heel mooi. Echt nice. En kijk hoe mooi dit uitzicht is. Het is echt zo'n mooi uitzicht. En hier staat een plaatje met alles. Maar we zijn op zoek naar een tienerclub en die staat er niet op. Dus dat is irritant. Hebben wij? Ja. Dus nu moeten we die gaan zoeken. We hebben er net al gezwommen en nu zijn we foto's aan het maken. Of ja, Nathan is foto's van mij aan het maken. Daar is Nathan. Hi. Echt heel leuk. Dus die komt waarschijnlijk op mijn Instagram. En dan moeten jullie die zeker bekijken. Dit is mijn Instagram. En Nathan is dus plaats aan het zoeken. Die mooi zijn. Eerst was ik dan zo. Daar. Oké. Dan zo. Ja. Zo, Nathan weet het allemaal, hè. Echt een top fotograaf. Heb een spijker aan de papier. We hebben net... Wat? Leuke foto's gemaakt, of Nathan heeft die gemaakt en die zijn zo mooi. En we gaan nu Spike zoeken, want het was een hele mooie zwarte kat. En ja, een jongen. Ja, een jongen. En Nathan heeft die naam Spike genoemd, hier komt een foto in beeld. Want het is echt een hele schattige kat. Maar we zouden niet weten wat die zou zijn. Want Nathan heeft die nog laatst gezien bij het drinken. Die was wel drinken. Bij het zwembad. Bij het zwembad, maar nu zien we die niet. Nergens. Het is echt mega, mega groot. En wat is die? Dus we hebben geen idee wat het zou zijn. Wat er? Waar is die witte duif? Ah, heb je ook een duif in naam genoemd? Ja. Oh, welke duif? Er zijn zoveel duiven. Er was een zwarte duif. Ah, ja, dan moet je die gaan zoeken. Maar ik denk dat Spike hier niet gaat zitten. Gaat hij niet eerder daar zitten? Ja, oké, we zullen een rondje lopen. Kijk, het is echt prachtig. En let niet op het lawaai, want ze zijn in het gras aan maaien. En hier loopt Nathan. En er zijn allemaal palmboompjes. En is dat die duif daar, Nathan? In de boom. Hallo, Jimmy. Hey, wacht. Ik weet niet of jullie dat zien in beeld, maar er zit een duif in die boom. En dat is toevallig een zwarte duif. Dus wie weet is dat de duif die Nathan bedoelt. Daar in de boom. Ja, waarschijnlijk zien jullie dat niet. Maar wij zien die wel. Ja, dank. En volgens Nathan is dat die duif. Hoe noemt die? Divi. Divi. De duif Divi. Heb jij de waterglijbaan al gezien daar in de verte? Ja. Maar nog niet uitgeprobeerd. Wat denk je van deze kaktussen? Ja. Ik weet het niet. Kijk, het zijn wel mooie kaktussen, hè. Maar ik hoef geen naald of zo in mijn hand of zo, want het zou niet zo chill zijn. Maar het is er echt prachtig. We zijn enkele uurtjes verder en wat hebben we gedaan? Helemaal niks. Echt waar. We hebben alleen gegeten, maar dat was het ook gewoon. Dat was het, ja. Het is wel lekker zonnig en warm. Ja, echt waar. En het heeft ook al geregend, dat was al irritant. Maar ja, ik weet niet wat we kunnen zeggen. We hebben nog gespeeld. Ja, we hebben nog niet zoveel gedaan, dus we kunnen ook niet veel vertellen wat we hebben gedaan. We hebben net lekker gegeten en de zon begint onder te gaan, dus we kunnen de zonsondergang zien. Ik zal het even laten zien. Kijk hoe mooi die zon is. Echt prachtig. En net een Spike gevonden, de schattige kat. Dus we gaan die nu zoeken terug opnieuw, hè. Als die er nog is. Ik hoop van wel. Maar
echt zo, zo mooi. We zijn aan het wandelen naar het voetbalveld. Slash tennisveld. Want die heb ik ook nog niet aan je laten zien. En die ziet er zo uit. Ja, er zijn nu heel veel kindjes op. Want zo ziet het er dus uit. Wat is er? Wat is het? Dit is een Spike niet. Eww, kijk hoe groot die kever is. Dit is Spike. Dit is Spike, oké? Dit is Spike. Goede Spike, hè? Een heel vieze kever. Oké, maar waar ligt Spike? Ja, waar is Spike? Ligt hij in het gras? Nee, ik ga hier zitten. Maar bij het zwembad daar moeten we stil zijn, hè? Want dat is een rustig zwembad. Ik ga hier zo... Maar ik zie Spike toch niet? Ik volg je, hè? Ah, daarachter. Daarachter, joh. Oké. Okay. We lopen door op het tankveld. Oeps, hier zo. Ja, hier zat hij heel netjes. Ik zie hem niet, Nathan. Die zat zo. Hier. Spakje, waar ben je? Zo. Ja, maar hij is er niet meer. Ja, hij. Beter als je hij zijn. Maar okay. Als ik een beetje. Hallo allemaal, we zijn even verder. Ik weet niet hoe laat het is. 9 uur. Het is nog maar 9 uur 's avonds. Maar ik heb niks meer te doen vandaag, of we gaan waarschijnlijk niet meer veel doen. Dus dan wil ik... Misschien gaan we naar de karaoke. Ja, misschien gaan we naar de karaoke, daar zit bij. Maar ja, dat is niet zo interessant om te filmen. Dat was het alweer de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Het was misschien een korte video, maar echt veel doen we hier ook niet. Dan chillen en zo. En eten. En doen. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog en dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei! Ik was vergeten te zeggen dat we heel lekker hebben gegeten. Dus hier komen nog wat video's van het buffet.